Op Pieter Jelles de Breg in Leeuwarden werd de afgelopen dagen door 80 leerlingen toegewerkt naar een spectaculaire circusvoorstelling. Donderdagochtend werden samen met mensen van Stichting Circusdroom de puntjes op de i gezet. Donderdagavond tonen de leerlingen hun circuskunsten aan ouders en andere belangstellenden in een heuse circuspiste bij de school. Leerlingen die niet hoefden op te treden moesten posters en hapjes en drankjes maken en de opbouw van het circus verzorgen. Goedenavond allemaal. Welkom bij deze speciale circus ouderavond. Nu trainen erop Frans Bauer en de Mafklappers. We hebben vanavond een circusproject, daar zijn we de hele week al mee bezig. Maandag is er een Circus Droom uit Groningen is geweest. Het is een demonstratievoorstelling. Heeft allemaal spullen op school achtergelaten. Hebben we dinsdag, woensdag workshop. En vandaag dus donderdag ook de hele dag workshop. In ieder geval de hele ochtend. En vanavond uitvoering. We hebben balanceren, we hebben limbo, we hebben piramide bouwen, touwtjes springen, goochelen, jong leren. We hebben nog een rap act van een paar leerlingen en ja, nog een paar dingen. Dat klinkt heel spectaculair. Ja. Hoe leer je die kinderen dat zo snel? Als ze enthousiast zijn, dan kunnen ze heel snel. En het lijkt soms heel moeilijk, maar als je er flink op oefent, het lukt. Je hebt zelfs net het limbo gezien, dat gaat fantastisch. Ik denk dat het heel leuk is voor zo'n school om met z'n allen zo'n project te doen, of niet? Ja, dat is ook eigenlijk heel goed voor tussen leerlingen en leerkrachten, maar de leerkrachten onderling ook, want je gaat echt heel goed overleggen en je wil er gewoon een hele leuke avond van maken. Waarom nou precies zo'n uitgebreide ouderavond? De ouderavonden waren de laatste jaren eigenlijk niet zo heel goed bezocht. En daarom dachten we, nu moeten we echt leerlingen bij betrekken, moeten we gewoon een hele feestelijke ouderavond maken. En je merkte, we zijn een school met 110 leerlingen en er komen al 150 man of zo. Dus dat is voor ons echt fantastisch. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. De u moet doen, want ik wacht op die zoek. Kom vanavond bij mij. 1, 2, 3. Ik zit te dromen. We zijn op Pieter Jelles de Breghe. Wat is dat voor school? Dat is een praktijkschool. Hier zitten vooral leerlingen die altijd heel praktijkgericht zijn. We hebben allemaal sectoren, groen, we hebben techniek, zorg en welzijn en dienstverlening. En ook een heel praktijkgerichte ouderavond vanavond. Ook een heel praktijkgerichte ouderavond, hè? Het circusproject, ja.